Goedemorgen, heren. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, welkom in het programma Zeg het maar. Ja, dat dacht ik al wel. Ja, de brandweer op de markt van Ede. Ja. Waarom dat dan? Ja, we hadden een melding van een gasluchtje. Ah, een gasluchtje, ja. bij de supermarkt? Ja, ja? Ja, okay. Daarom staan we ook hier natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar je bent eerst in het programma Zeg het maar, dus je mag hem even openen. Vind je het leuk? Nou, dat je even zegt, welkom bij het programma Zeg het maar. Het is niet de eerste keer dat ik erin zit hoor. Oh, nee. En je collega? Even kijken, waar is die? Ah. Die is nog nooit in beeld geweest. Die is nog nooit in beeld geweest. Ah, collega. Dag meneer de collega. Hallo. Kunt u het programma dan even openen, Zeg het maar? Nou, bij deze open ik het programma Zeg het maar. Dat u zegt, welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Nou, voor deze week dan. Nee, de hele zin. Ja, kom. Ja, nee, wel de hele zin natuurlijk, hè. Nog een keer. Welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Nou is gelijk jouw momentje, dus nou, zeg het maar. De volgende. Oh, dat is wel heel snel, hè, ja, natuurlijk. Ja. Maar de brandweer is altijd snel, hè. Ja, jullie zijn wel vrij snel natuurlijk, hè. Absoluut. En jij moest ook eventjes met de uitdruk mee? Ja. Ja, dan moet toch iemand de jongens in de gaten houden. Oh, je moet ze in de gaten houden. Zijn ze moeilijk in de hand te houden? Nee, absoluut niet. Absoluut niet? Nee, absoluut niet. Nee, ze zijn goed te doen, zeg maar. Deze wel, ja. Deze wel, die zijn goed te doen. Deze, je hebt het over mij. Oh, onder andere. Hij heeft het over mij, die is goed te doen, zeg maar. Oh, jij bent goed te doen. Ja, maar de rest van de collega's toch ook wel. Nou, we hebben erbij... Ja, die zijn niet te handhaven? Nee, die zijn niet te handhaven. Nee, niet te handhaven. Nee. Het is wat, hè? Het is wat. Maar wel een... Is het voor jou hobby, brandweer, of is het echt je beroep? Nee, het is mijn beroep. Je bent echt beroepsbrandweer. Ik ben een beroepsbrandweer. En deze, dit is zijn hobby. Voor mijn collega's. Het is jouw hobby. Ja, jij mag erachteraan hobbelen, zeg maar. Nee, ik hobbel net zo hard mee, hoor. Oh, je hobbelt net zo hard mee? Echt wel. Ben je er nou erg druk mee dan? Moet je vaak uitdrukken? Is goed, ja. Dat is heel verschillend. Heel verschillend. Heel verschillend. Heel verschillend. Ligt er maar net aan wat er gebeurt. Ja, soms heb je heel veel dingen en andere dingen weer niet. Of andere keren weer niet, dus het valt mee. Het valt mee. Deze week is rustig. Deze week is heel rustig. Ja. Nou, ga eens even lekker naast je collega staan, want waar is die nou weer? Dus. Harry, kom er eens bij. Harry, kom er even bij. Ik denk dat ga eens even naast je collega staan. Wat is het? Ja, even naast je collega gaan staan. Ik denk dat wij het volgende moeten zeggen. Ja, wel met z'n tweeën tegelijk, hè? Heel spontaan. Kan dat? Dan zeg ik 1, 2, 3. Volgende! Dank je! Dank heren. Ja, en werks, hè? Dank je wel. En groet aan je collega's. Dank je wel. Oké, doeg. Doei. Dag. Ja, dag. En dan zeggen ze dat ik gek ben. Goedemorgen deze morgen. Wat riep jij nou op afstand? Ja, wat riep jij nou? Ja, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Dat moet je ook niet doen, hè? Dat is gevaarlijk. Ja, want nou is gelijk jouw momentje, dus zeg het maar. Ja, ik heb niet zoveel te zeggen eigenlijk. Ja, maar je wilde wel heel graag, zeg het maar. Ja, ik, ja. Nou klap je een beetje dicht, hè? Wat? Ja, een beetje wel, hè? Je begint te lachen. Ja, het is wat, hè? Daar staat mijn collega, die wil er ook heel graag in. Jouw collega, die wil ook heel graag in, zeg het maar. Oh, ze is alweer weg. Ze is alweer weg, maar goed, het is nou wel jouw momentje, dus zeg het maar. Heb je wat leuks te melden, heb je wat te klagen, alles mag. Maar het is niet zo mooi weer, hè? Nee, het is vervelend weer. Ja, het is een beetje vies. Kan je wel leuke dingen doen het weekend? Nee, rustig aan. Gewoon rustig aan, een rustig weekend. Rustig weekend. Goed. Een rustig weekend. Heb je echt niks te klagen? Nee, niks verder. Helemaal niks, je bent zeer tevreden. Ja. Ja? En zo denkt de buurvrouw er ook over die naast jou staat, want die smeert hem ook snel natuurlijk. Ja, maar zijn moet ook wel even wat zeggen. Oh, je moet ook even in beeld, zo. Hoi. Hoi. Nou, zeg het maar even dan. Is het ook jouw momentje? Nou, het is echt rotweer vandaag. Het is echt rotweer, hè? Ja. Kan jij nog wel wat leuks doen dit weekend? Naar het plein. Naar het plein. Gezellig een feestje bouwen. Ja. Nou, goed bezig. Gezellig toch? Ik ga eens even lekker strak naast elkaar staan, dames. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3. En dan roepen jullie met z'n tweeën tegelijk, heel spontaan, volgende. Oké. 1, 2, 3. Volgende. Ik zei spontaan. 1, 2, 3. Volgende. Oké, die is goed. Okay. Dankjewel. Doei. Dag. 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 Goedemorgen. Goedemorgen. Koninginnedag is toch al voorbij? Vrijgezellenfeest. Vrijgezellenfeest. En dit programma Zeg het maar, dus zeg het maar. Nou, ik ga 28 mei trouwen. Ga je trouwen? Vandaag ben ik aan de beurt. Vandaag ben jij aan de beurt. Ja. Oh, je weet waar je aan begint? Ik, nee, geen idee. Geen idee? Ik ben vanochtend om 4:30 uit bed gehaald. En, ja. Om 4:30 al? Om 4:30 vanochtend. Lekker tijdstip. Om 4:30, vijf om precies te zijn. Oh, het is wat. Ja. En dat vond je nog echt leuk ook, zeg maar. Nee, dat is niet leuk, hè? Maar
Hebben ze wilde plannen met jou dan vandaag? Ik heb werkelijk geen idee. Geen idee? Het is voor mij helemaal nieuw, een hele verrassing, dus we gaan het zien. Wanneer ga je trouwen dan? 28 mei. 28 mei ga je trouwen. En waar geef je het jaarwoord? In Arnhem, het Openluchtmuseum. Openluchtmuseum? Oh, dat is wel heel leuk. Ja, spectaculair hoor. En je wederhelft, die weet dat ook? Die weet dat ook, ja. Oh, gelukkig. Die is er ook nog mee eens. Dus dat is wel handig natuurlijk, als zij het ook weten. Hè? Ja. Vrienden, wat gaan jullie allemaal met hem doen vandaag? Ja, dat is natuurlijk nog een beetje een verrassing hè, voor die jongen. Dus het moet wel, dat moet ook wel een beetje een verrassing blijven. Maar het gaat een gevarieerde dag worden. Zowel qua activiteiten als locaties. Dus ja? We gaan het, ja, ja, en, ja? En hij weet echt helemaal niets? Als het goed is, niet. Nee, ik denk het niet. Gaan jullie nog veel voor lul zetten of maar mee? Nou, hoort er een beetje bij, toch? Ja, dat hoort er wel bij, toch? Ja. Dacht ik wel. Jullie hebben er echt zin in, hè, geloof ik? We hebben er echt zin in. We gaan er echt een leuke dag voor maken. Het is jullie momentje dan, hè? Hoop dat het een beetje droog blijft, maar we hebben er allemaal zin in. En dat krijgt hij vanzelf ook wel. Jawel, lekker een biertje drinken. Ja, zeker. Lekker feesten. Ja hoor. Volgens mij komt het helemaal dat goed, komt hè? Goed. De dag is nog niet voorbij hoor. Nee. Dus, ga zo lekker bij elkaar van. Staan met z'n allen. Even met z'n allen bij elkaar. Even met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is leuk. Waar is die nou? Ja, ja. Lekker strak naast elkaar. Oh, prachtig plaatje. Want dan roep ik namelijk 1, 2, zeg hallo, ik was op koord, ja. Dan roep ik 1, 2, 3 en dan roepen jullie met z'n allen tegelijk heel spontaan volgende. Gewoon volgende, dat lukt wel, hè? Ja? Oké. Okay. 1, 2, 3. Volgende! Dank je! Veel plezier! Dag! Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Welkom in het programma Zeggenbaar. Wat een muziek heeft u bij u, zeg. Ja. Ja, het is wat, hè? U bent er niet van de belasting, of wel? Nee, ik ben niet van de belasting. Hoezo? Bent u iets aan het ontduiken? Nee, hoor. Nee, het valt mee. Aan het ontduiken, daar zitten we wel in de buurt. Maar toch wel. Met een duikboot wel, ja. Met een duikboot wel? Met een duikboot wel, ja. En dit programma zeg het maar, dan mag u alles zeggen wat u wilt. Ik mag alles zeggen wat ik wil. Nou, ik vind hier altijd heel gezellig in Ede. Ja, is gezellig. Ik heb het altijd goed naar mijn zin. Ik moet hier vaak werken met mijn machines. Ja. Leuk, vandaag is mooi, het is toch droog. Ja, lekker hè? Helemaal geweldig. Dus u bent het centrum van Ede aan het vermaken? Helemaal. Ja. En dat gaat altijd heel goed, het is altijd lekker druk. En ik heb het altijd goed naar mijn zin hier. En waar komt u vandaan dan? Ik kom zelf uit Tilburg. Uit Tilburg? En de winkeliers hebben mij gevraagd om hier wat gezelligs te doen. Dus dat snap je niet hè? Komt helemaal goed. Ja, komt het echt goed? Ja, ja. Nou, dan mag je spontaan volgende roepen en dan ga ik je even volgen als je wegrijdt, ja? Komt helemaal goed. De volgende, tot ziens. Oké, nou succes hè. Dag. Nou, dag. Oké. Nou. Alright. Goedemorgen. Hi. Welkom in het programma, zeg het maar. Ik was eigenlijk benieuwd waar die doos gebak naartoe gaat. Even kijken. Ah, mooie doos. Voor moederdag? Ja. Ja? Ja, kom er even rustig bij hoor. Okay. Doe maar even lachen, dat mag wel. Ja, die heb ik net gewonnen. Heb jij gewonnen? Ja. Ah, hij is niet voor moederdag. Nou, jawel, ik geef hem aan moeder. Ah, dan kom je er goedkoop vanaf dit jaar, ja, hè? Ja, dat heb je goed voor elkaar zo natuurlijk. En moest je even pleeg mee shoppen? Ja, dat moest maar, hè. Het moet maar, hè. Het is niet anders. Heb je wel wat gekocht voor moederdag? Of ja, dat heb ik eerder al gedaan. Oh, heel verstandig weer, hè? Ja. Ik ben op tijd bij dit jaar. Je bent er op tijd bij? Jazeker. Goed bezig. Heb je nog wat leuks te melden of heb je wat te klagen? Ja, voor mij mag het wel lekker weer worden. Ja? Ben je er klaar mee met die regen? Helemaal klaar mee. Je bent er echt klaar mee, hè? Ja. Het is ook vervelend. We zijn aan de zomer toe. Zeker. En nog wilde plannen dit weekend? Nee. Nee, niet? Verjaardag. Houd rustig. Ja, goed hè? Ja, wat braaf. Ja. Netjes hoor. Heel netjes. En ga jij morgen vroeg nou broodjes bakken, koffie zetten, chouderans uitpersen en zo? Ja, dat laat ik aan mijn vader over. Dat ga jij niet doen? Nee. Echt niet? Nee. Dat laat ik zeg gewoon tegen mijn vader, die gaat lekker vroeg aan bed. Ja. En dan, die verzorgt het dan wel. Goed bezig. Ja. Kan je zelf lekker uitslapen? Ja. Jij nog wilde plannen dit weekend? Nee, niet echt. Jou toch gewoon lekker rustig? Ja. Ja. Nou, je hebt gelijk ook. Ja. Want morgen ben je heel druk bij moederdag natuurlijk, hè? Ja, hartstikke druk. Hartstikke druk. Ja. Nou, ga eens even lekker naast elkaar staan. Oh. Ja, even lekker naast elkaar, want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie heel spontaan volgende. Maar dat moet lukken, hè? Oké. Okay. Ja? Ja. 1, 2, 3. Volgende. Dankjewel. Graag gedaan. Veel plezier bij moederdag, hè? Ja, bedankt. Dag. Doeg. Goedemorgen, dames. Ja. Hallo. Welkom in het programma, zeg het maar. Hallo. Dus zegt u het maar. Ja, wat wil je weten? Ja, je mag alles zeggen wat jij wil. Dat is het leuke van dit programma namelijk. Oké. Okay. Nou ja, wij gaan even lekker een borrel drinken. Waar ga je een borrel drinken? Bij de Mr. Bojangles. Ah, heb je het verdiend?
altijd. Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Heb je een druk weekend voor de boeg? Nee, wat alleen een leuk feestje, want Romee is vandaag jarig. Ja, doe ze even feliciteren in de lens. Romee, gefeliciteerd met je verjaardag. Kijk, dat vindt ze leuk. En dan gaan we lekker barbecuen vanavond. Dan maar hopen dat het droog blijft. Nou, we hebben een afdakje. Ah, een afdakje, goed. Een soort partytent, zeg maar. Nou ja, van hout. Komt ja? Goed. En een biertendertje. Ja. Ah, zullen die mannen vast erbij. Ook wel drinken, ja. Wijntje erbij. Nou, een wijntje. Volgens mij wordt dat heel gezellig. Ik denk het ook wel, ja. Dat komt wel goed, hoor. Het zal vast goed komen. Ik maak me geen zorgen. Er staat iemand achter u en die staat een beetje reclame te maken. Oh. Het is wat, hè. Ja, draai maar zo, moet je eens kijken. Kijk, ja. Mag ik jou een... Het is nee, wat, hè. Ik heb geleerd dat ik niks aanpak van vreemden. En ik ken u niet, ja, maar, dus... Niks aanpakken van vreemden. Heel verstandig weer, heel verstandig. Succes. Zeg, dames, ga eens even lekker naast elkaar staan. Want zij denkt natuurlijk de dans ons weer, hè. Hallo. Of had je ook nog wat te zeggen? Nee hoor, helemaal niks. Nee, je bent zeer tevreden. Ik ben heel tevreden. Heel tevreden? Ja, helemaal nou, ze weten. Niks ze leuks te melden? Nee, helemaal nee. Niks te klagen? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Dat moet gaan. Dat heb ik wel. Ja, ga even naast elkaar staan dan. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie heel spontaan volgende. Volgende? Nou, nee, als ja, ik, zo ja, 1, 2, 3. Moet je eens even vertellen natuurlijk, hè? Met z'n tweeën tegelijk, hè? Ja. 1, 2, 3. De volgende. Dankjewel. Doei. Dag. Op naar Bojangles. Naar de koffie. Goedemiddag, meneer. Dag, meneer. Welkom in het programma. Zeg het maar, meneer. Ja, ik zag u heel spontaan lachen al. Op nee, dat was om mijn zoon. Ja, die is, nee, die is ja. Nou, die is nou... U dacht natuurlijk, zeg het maar, hè. Dat is hem. Ik ken het programma u niet, u kent hoor. Het programma niet. Waar komt u vandaan, meneer? Kesteren. Kesteren, nee, dan kunt u het ook niet kennen, nee. Nee. Maar het is wel een heel leuk programma, hoor. Is dat zo? Ja, echt heel leuk. Dan mogen de mensen namelijk alles zeggen wat ze willen, dus zegt u het maar. Oh, ik wil mijn dochter Evelien even zeggen dat ik van haar hou. Ja? Ja. 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 Is het zo'n leuke meid? Ja, een fantastische meid. Heeft ze goede dingen gedaan? Nou... Puber, hè? Een puber. Ah, ja. Ik snap hem. Ja. Erg moeilijk of valt het mee? Nee, valt mee. Valt mee, hè? Ze is wel te handhaven. Ja. Ja? Ja. Heeft u nog wat te klagen, meneer? Nee. Nee, ik ben heel tevreden? Ja. Hoe gelukkig. Ja. En hoe bevalt het in Kesteren? Oh, redelijk. Ja, redelijk goed. Ja, de Betuwe, hè? Ja. Maar is wel gezellig toch, een mooie de Betuwe. Ja, ja. Ja? Ja? Ah, ik hoor op afstand al zeggen, maar leuk hè? Ja, bedoel. Leuk is dat hè? Meneer, dan was dit uw momentje. Dank u. Kunt u dan even spontaan volgende roepen? Volgende! Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in het programma, zeg het maar. Ja, nou? Nou, dan mag u alles zeggen wat u wilt namelijk dus. Zegt u het maar. Nou, begin jij maar. Nou, wat moet ik zeggen? U mag beginnen. Begint u maar dan. Nou, ik weet niet wat ik zeggen moet. Gaat u iets leuks doen dit weekend? Nee, maar ik ga volgende maand wel iets leuks doen, want dan ga ik lekker naar met vakantie. Waar gaat u naartoe? Naar La France. Oh, gezellig, naar de stadbroden. Ja. En de kruidenboten. En de vin, hè? Ja, de wijntjes, hè? Ja, de rode ja. Of de witte. Allebei. 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 Maakt u niet uit natuurlijk, hè? Nee. Meneer, doet u gewoon mee? Ja, ik doe gewoon mee. U doet gewoon ik mag mee. Ik mag ook mee, ja. U mag ook mee. Ja, ik mag ook mee. Is toch altijd wel weer leuk, hè? Ja, ja natuurlijk, ja. Heeft ja. U nog iets te klagen dan misschien, meneer? Nee, ik heb niks te klagen. Ik nee, niks goed. Te klagen. U bent ik heel tevreden. Ik ben tevreden. Ja, u heeft geen last van de crisis. Ik niet, nee. Nee, u niet? Nee, gelukkig niet, nee. U gaat gewoon lekker door. We gaan gewoon door. Zoals we altijd gedaan hebben. Ja, dit weekend nog wel leuke dingen voor de boeg? Ja, we hebben nog leuke dingen voor de boeg. Ja, toch wel. Ja. Ik heb een hele grote verrassing voor jullie. Nou. Een hele grote, en ook voor mevrouw trouwens. Ja, ik ga eens even heel strak naast elkaar staan. Even heel strak naast elkaar. Heel close. Want jullie mogen het programma zeg het maar namelijk afsluiten. Vinden jullie dat leuk? Oh, dat is heel leuk. Dat is leuk, hè? Ja. Zal ik de afsluitzin een keer voordoen? Nou. Zal ik hem even voordoen? Nou nee, met z'n tweeën tegelijk. Ja, nee, met z'n tweeën hoor. U moet nu niet snel de dans ontspringen natuurlijk, hè? Nee. Zal ik hem even voordoen, de afsluitzin? Ja. Dit was het programma, zeg het maar, voor deze week. En graag tot volgende week. En dat dan met z'n tweeën tegelijk. Dat moet lukken, toch? Dit was het programma voor deze week. Zal ik even aftellen? Dan gaat het tegelijk namelijk. Ja? Ja. Nou. 3, 2, 1... Dit was het programma voor deze week en graag tot de volgende week. Nee, dit was het programma zeg het maar voor deze week oh, nee, en graag tot volgende week. Nou, doen we hem nog een keer. Tel ik weer af. 3, 2, 1. Dit was het programma zeg het maar voor deze week. Graag tot de volgende week. En meneer deed een beetje playbacken, hè? Ja, 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 ja dat dacht ik al. Of het goed gaat, hè? En nou gaan de mensen altijd heel spontaan zwaaien. Oké, okay, zwaaien, zwaaien, zwaaien. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Meneer, even terug. Nee, we hebben de beste zwaai nog niet. Even terug, meneer. Meneer, even spontaan. Ja, goed zo, beter. Ja, perfect. Geweldig, dat is hem hoor. Dat is hem. Dank u wel, meneer.
En mevrouw ook. Ik wens u ook een hele fijne vakantie. Dank u wel. Maak er wat leuks van, hè? Gaan we zeker doen. Tot ziens. Dag. Mag u het beeld uitlopen? Dat vinden de kijkers altijd leuk. Dag. Tot ziens. Dag. Succes met de stokbroden. En de wijntjes uiteraard. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week.